bakken van en Wannes familie. Mijn naam is Ronald Wetzels uit Nederland. Heel hartelijk dank en Sri Amabagavan van die mij deze staat van zijn hebben geschonken. De staat van verlichting. Heel hartelijk dank, Sri Amabagavan van. Ik heb sinds 2004-2005 vele Wannes-processen mogen volgen. En heb altijd gevraagd of deze heel subtiel en voorspoedig mogen verlopen. En zo is het ook gebeurd in de praktijk. En mede dankzij de ervaringen van anderen waarnaar ik luisterde, kwam ik erachter dat ik vele kwaliteiten waarover zij vertelden ook heb mogen ontvangen. Met dank daarvoor. Vele zaken die ik vraag aan u, geeft u mij ook en schenkt u mij ook. Een aantal heel praktische voorbeelden zijn, als ik met de auto onderweg ben en ik heb een parkeerplek nodig, is die er. Als ik met de fiets naar het werk ga, vraag ik of de stoplichten op groen mogen staan. En dat gebeurt dan ook. Of als we in het weekend gaan wandelen, dat we goed weer mogen hebben. Of gewoon een voorspoedige dag op het werk. Ik ervaar dat u mijn familie 7x24 uur beschermt, hun vele synchronisaties geeft en hen helpt in hun groei en in hun bewustzijn. Als ik vroeger naar dit soort filmpjes keek, had ik allerlei gedachten en oordelen erbij en dacht ik, als ik dit soort filmpjes ga maken, dan doe ik het zo en zo. Maar nu, op een menselijk brein, is er grote leegte en stilte. Ik ervaar geen interne dialoog meer. Er zijn geen onnodige gedachten meer. Wel natuurlijk functionele gedachten. Er zijn vaak geen oordelen, geen problemen, geen zorgen, geen angst, geen identificaties met personen of zaken. Maar in de praktijk komt dat natuurlijk wel voor, een enkele keer. En dan zie ik ze, dan ervaar ik ze en dan zijn ze opgelost. In nuttige secondes, maximaal 1 of 2 minuten. Op het werk ben ik zeer functioneel en zeer efficiënt. Als ik een vergadering voorzit van gemiddeld 1 uur, duurt die vergadering 20, maximaal 30 minuutjes en dan hebben we alles besproken en besloten wat er besproken en besloten dient te zijn. Ik krijg al een terug dat ik zeer efficiënt aan mezelf ben. Met dank daarvoor. Ook privé, als ik bijvoorbeeld in de tuin werk, ben ik in het hier en nu. Ben ik in de tuin aan het werken en heb ik geen gedachten wat er gisteren gebeurd is of wat ik morgen nog allemaal moet doen. Ik heb heel veel stiltes, ervaar ik dan op dat moment. Ik heb een sterkere connecties in mijn relaties en met de natuur en ook met de dieren. Waarvoor dank. Wat ik terugkrijg van mensen om me heen, om mijn werk, is dat ik mezelf ben, dat ik zachter ben, dat ik liefdevoller ben geworden, dat ik efficiënt ben, dat ik altijd betrokken ben en altijd klaarsta en altijd een oplossing heb, met dank. Ik ervaar in mijn dagelijks leven een goede gezondheid, steeds diepere processen, voorspoed, rijkdom, gelukzaligheid. Heel hartelijk dank, Sri Amabhagavan, voor het schenken van deze staat aan zijn, aan mij. Dank u wel.